Hey jongens, mijn naam is Sarah, dit is de Kleine Groene Planeet en het is weer tijd voor 1 week afval. Dus laten we meteen beginnen. Ik heb 1 pakje Alpro Soja Cuisine, want toen ik samen met iemand ging koken. Vegan, nice. Waar ga ik dit heen gooien? De grond. We gaan vandaag voor de grond. Dan heb ik een frietbakje, omdat ik met een vriendin van mij uit was geweest. En we zo'n friet hebben gegeten. Ook vegan, want ketchup. Ik weet niet of je de ketchup kunt zien. Ik was er heel braaf mee gestopt en dan moet ik het nu weer doen, want eigenlijk geniet je er midden in de nacht helemaal niet zo van. Dus. En dan de rest zit allemaal in het wekpotje. En het wekpotje zit lang niet vol. Dus ik denk dat we het deze week vrij aardig hebben gedaan. Ik heb 1 cola cherry blikje. Ik heb het gegoogeld. Alle Coca-Cola smaken zijn vegan. Want je hoort wel eens dat cherry en vanille smaken uit bever. Vocht. Ik weet niet precies. Gemaakt worden. Maar dat is bij cola dus niet zo. Dan heb ik het sieltje van die paté die ik had gekocht. Die vegan paté. Hij is nog in gebruik. Dus ik heb nu alleen het sieltje. Dan heb ik het verpakkingje. Dit is niet helemaal vegan, kwam ik achter toen ik thuis kwam. Want er zit iets van melk in. En dat is niet oké. Misschien is dit waarom ik eczeem op mijn gezicht heb. Mijn gezicht jeugt echt als pest. Mensen gaan, maar je ziet het helemaal niet. Ik denk, dat maakt het mij niet uit. Dit is de Yum Yum Vegetable Flavor Instant Noodles. Ik heb er niet van genoten. Ik heb nu eczeem op mijn hoofd. En plastic. Dan heb ik 1 Radler bierflesdopje. Die kreeg ik een gratis Radler bij de supermarkt. Eentje van, hoe heet die? Delirium, geloof ik. En een Hertog Jan speciaal biertje. Dus 3 bierdopjes. En dan als laatste, dus het was een succes deze week, appelstickertjes. Ik heb Jonagold stickertjes en Elstar stickertjes. Morgen weer naar de markt. Het is morgen zaterdag. Ja, ik moet morgen naar de markt. Want dan heb ik geen stickertje. Maar dit is alles wat er deze week in 1 week afval zit. Ik vind dat het deze week vrij aardig was. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. En dan zie ik jullie in de volgende video. Doei!